misschien om jullie geheugen op te frissen. Meneer Bush heeft er 5 dagen over gedaan om de stad New Orleans te vinden, die onder water stond. En na dat tsunami in Thailand zijn ze geloof ik een week bezig geweest om de hele leiding van het land van zijn vakantie terug te halen. Nou, dat heeft China dan dus vele malen beter geregeld en ik vind dat we dat best een keertje mogen erkennen. So far mijn persoonlijke. Luchtig? Goed. You asked for it. Mooi, zakelijk. Nou, China gaat heel hard. Ga ik niet heel lang meer stilstaan, want dat lijkt me evident. Heb heel veel plaatjes, et cetera, van gezien. Maar het leuke is, ik heb er wel 1 of 2 uitgepikt. Want daar waar men in India is, meneer Tata bezig met het ontwikkelen van alle nieuwste T-Fort. Ofwel de Tata Fort, hartstikke spannend. Heel erg leuk. Week later, China zegt, komt met een hybride auto. Gebaseerd door een producent van batterijen. Nou, dan sla je gewoon echt een paar slagen over. En dat vind ik ook heel erg interessant aan dit land. Dan zie je deze. En dan zou je wellicht allemaal denken van, nou, dit staat helemaal haaks op mijn verhaal. Want dit is een stad die helemaal leeggehaald is. Omdat het gebruikt gaat worden als voor een bassin, voor een dam. Het is helemaal ellende. Alles is kapot. Maar waar ik naar kijk, is misschien een ander detail. Is dat deze man zit te bellen met een Nokia N93. Een broadcasting telefoon. Brand new. In deze ellende. Dus daar moet meer in dat land aan de hand zijn. Je kan zoveel producten verkrijgen. Je kan broadcast telefoon krijgen. Vind ik apart. Goed. Advertising is ook een aardige. Ik heb het steeds over hoe zien wij de Chinezen. Hoe zien ze zichzelf? Hoe positioneren ze zich voor bepaalde producten? We zijn op een van de trips bij China Mobile geweest. En daar heb ik wat foldertjes van meegenomen. Dat vond ik eigenlijk wel aardig. Want hier zie je dat ze gewoon voor jongetjes en voor meisjes een hele aparte propositie op mobiel hebben. En de jongens worden neergezet als hele hippe, Tiesto-achtige, coole jongelui. En de meisjes worden neergezet als hele westerse, mooie wijsjes. Dus het is een diversificatie, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is zeer gesegmenteerde advertising. Maar diezelfde groep hebben ze ook een apart mobiel abonnementje voor. Dan kun je samen op pad, kun je reizen, backpack pak je aan. Allemaal dezelfde, maar heel gesegmenteerd op datgene waar voor jou goed aanspreekt. Goed, Tudo Live. Ik ben via Mark terechtgekomen bij Tudo in China. Heel kort over One Health. Wij maken al 7 jaar videofilmpjes over gadgets, over telefonie, over gaming, over entertainment. En dat zenden we uit. Vroeger op televisie in Nederland, wellicht dat enkele van jullie dat weet. Maar nu doen we het helemaal via het internet. En is ons merk live in 46 landen. En sinds 3 dagen geleden 47 landen. Omdat we via Tudo een eigen channel in China hebben neergezet. Dat is niet makkelijk geweest, Mark. Want wat je ziet en wat we ook wel van zien begrepen, is dat we hebben 80 verschillende dialecten. Dus daar waar jij een stukje content laat vertalen in een ander land, wil je dat nog wel eens heel erg daar hard tegen de lamp lopen dat het iets heel anders betekent. Ik heb Google Translator gebruikt om de site van Mark te translaten. Nou, het woord Tudo betekent aardappel, zeg ik dat goed? Als je dat in de Google Translator zegt, dan krijg je zo'n site waar oh, staat aardappel, 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 aardappel. Ook in Mandarin staat er ook aardappel. Dus dat is heel erg lastig. Dus ook al vind je een hele goede Chinees die jou hier in Nederland zou kunnen helpen met de advertising dan nog steeds, moet je het maar voor elkaar krijgen. We zijn er 2 maanden mee bezig geweest. Ik ben er heel trots op dat ik met het kleine clubje mensen zo hard aan heb kunnen werken om daar live te gaan. Het is helemaal simplified Chinese. Het is Engelse content, maar volledig ondertiteld met Simplified Chinese. Ik ben ook in gesprek met jouw grootste concurrent. Ik denk, ik breng het maar wat later. En dan zie je dat is een van mijn meetings die door het geregeld heeft bij de firma Sina.com. Nou, Sina heeft 14 miljoen pageviews in China. En dat is, ik denk, een van de vreemdste ervaringen die ik ooit in mijn leven gehad heb. Want ik moest om 10 uur, ik kreeg een briefje mee, want niemand spreekt Engels. Een briefje mee waar je moet wel melden met wie. En iemand zou op mij staan wachten voor het hoofdkantoor van China. En die heette Chester. Chester. Mannennaam toch? Dus op een gegeven moment kreeg ik een nummer mee, ik sta daar voor de deur, dus ik draai een telefoonnummer en ik hoor niks. En ik hoor wel een telefoon afgaan. Dus ik word op mijn schouder en er staat zo'n klein meisje naast me. En die zegt, are you Richard? Ja, me Chester. Oké, dat vond ik best spannend. Want ik dacht, mijn hemel, dit is voor mij een hele belangrijke meeting. Er staat een heel jong meisje naar me. Dus ik vroeg, toen wij naar binnen liepen, van, heb jij enig idee waar dit over gaat vandaag? No idea. Goed, heb jij enig idee wat Sina doet? Ja, iets met internet. Toen had ik het heel erg warm even.
Dus we hebben ons aangemeld en uiteindelijk werden we ontvangen. En ik stond in de gang te wachten en toen kwamen ze naar mij toe en zeiden ze, hey mister. Ja, hey mister, it's cool. En ik zei, sorry, it's cool, we zijn nog helemaal niet begonnen. Ja, but it's cool, I'm 21, I have a major in economics. I know what this is all about, leave it to me. Oké, dat is best apart als je dat niet gewend bent. Dus op een gegeven moment kwamen er een delegatie Chinezen binnen. En ik denk, nou, dit wordt mijn... ik weet niet wat ik hier ga doen, maar ik doe mijn best. Dus ik vroeg uiteindelijk van... opeens een delegatie ging zitten. En een kaartje gegeven, allemaal heel keurig. En op een gegeven moment zei van... Oké, I'll start my presentation. Do you speak English? No. Mooi. En we hadden nog een terugval natuurlijk. Do you understand English? No. Toen dacht ik, nou, ik begin maar. Mij een translator voorgesteld. Ik heb me heel snel even een paar pagina's weggehaald, anders zou het veel te lang duren. Dus op een gegeven moment tijdens mijn presentatie kwam ik op het feit dat ik... begon dat meisje een beetje aan mijn jas te trekken. En ze zei, ja, ze denken nog steeds, want ze reageerde heel lauw, dat u pers bent. En, maar ik begreep het niet helemaal, maar in mijn presentatie zat dat wij editorial items maken. En editorial betekent niet betaald van een adverteerder, eigen invloed, we schrijven het zelf, maken het zelf. En dat werd nog steeds verkeerd gepercipeerd. En dat zag ik gewoon aan, want ik kreeg geen enkele reactie. Dan dacht ik, nou, ik moet iets proberen. Dus op een gegeven moment heb ik mijn laptop dicht gedaan. Dat was even schrikken. Ik zei, we have to talk, because otherwise I'm here for nothing. I would like to tell you that I am not from the press. I'm not editorial. Editorial means for us. Da-da-da-da-da-da. And so, this will only work if you understand what I do. Het was heel lang stil. En toen zei iemand in perfect English, zei iemand tegen mij, so you don't do politics. Waarop mijn beide handen Nederlandse gedachten zei, so you don't speak English. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Want dat was het einde van de middag geweest, ben ik bang. Dus ik heb heel lang gewacht en ik heb gezegd, no. Leuk dat u het vraagt. No, I don't do politics. Dus ik heb dat een beetje. En na dat moment ontdooide de middag. Men was opener, vroeger naar, ik heb voorbeelden laten zien en uiteindelijk... was de meeting over en toen zei ik, ja, wat vindt u er eigenlijk van? En toen zeiden twee bleven heel stilletjes en twee van zeiden van, we think your site is pretty cool. En toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval gewonnen vandaag. Ik ging de deur uit en ik kreeg een heel groot logo mee van het bedrijf, waar je allerlei, voor mijn kindertjes, dus ik natuurlijk heel erg blij. Ik heb een week lang nagebeld, nee, twee weken nagebeld. Ik kreeg maar geen reactie. Niet terugbellen, niemand reageren, geen e-mail. Toen dacht ik, verdorie. Dus ik doe nog één all-out offensive. En toen heb ik deze foto meegestuurd in de presentatie. Dat is nou mijn dochter met het logo van Sina op de schoot. Ik had binnen 3 dagen een conference call. Dus diegene die mij gaan vertellen dat de Chinezen hard zijn en lastig, ik geloof er niets van. Goed, voorlopige conclusie. Ik zeg voorlopig waarom. Ik ben er 1 keer geweest. Mark woont er, weet veel meer dan mij. Er zijn meerdere mensen, ik begrijp natuurlijk ook heel vaak ben geweest. Ik ben er 1 keer geweest. Maar het gaat wel uit waar ik mijn hart voel. Dus ik ga eigenlijk even terug naar deze foto die ik in het begin aangaf. Het is ja groot, ja. En het is een moeilijke taal, ja. Maar 1 ding, ze zijn niet hard. En als we een stap verder gaan, als we onze stap willen nemen om deze foto in te zoomen en dan te kijken wie deze mensen zijn, dan zie je opeens een heel andere foto. Dan zie je een foto met een gezichten. En elk gezicht met een eigen verhaal. En dat relateert dan een stuk makkelijker. Dus als wij ons zullen openstellen richting China om nog een stap dieper te gaan en al deze gezichten een naam te geven, dan zal je zien dat communicatie een stuk makkelijker gaat en dan komt het vertrouwen vanzelf. Ik dank u hartelijk.